Ik ben Theo Theussen, ik werk bij Geodan. Daarnaast ben ik ook lector aan de Hasselt Hogeschool in Den Bosch. Lector Location Intelligence. Dat heeft te maken met geoinformatie. En wat ik hier vandaag probeer te doen, dat heeft te maken met de relatie informatie, water en voedsel. Nou, de boodschap is dat er zeg maar in het voedselsysteem, hè, dus nou, de mensen eten hier allemaal. En ik denk niet dat iemand zich afvraagt van waar komt het vandaan, wat gebeurt ermee. Gaat het allemaal wel goed? Is het vanzelfsprekend dat wij voldoende te eten hebben? En het systeem als geheel, dat begint toch hier en daar wel een beetje vast te lopen. Het voedselsysteem. En het heeft ook relaties met wat hier vandaag gebeurt. Dus relaties met water, met leefomgeving, hoe wij het inrichten. Maar het begint bij ook bewustzijn dat dat niet allemaal vanzelf gaat. Dat er wel iets voor moet gebeuren. Nou, omdat wij sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer tekort aan voedsel hebben gehad. Dus we hebben voedsel voor een hele lage prijs, in voldoende mate. En als we dat willen, ook van voldoende kwaliteit. We maken wel eens de verkeerde keuzes, te vet, te zout, noem maar op. Maar dus we staan daar gewoon niet meer stil. Dus onze relatie met wat wij eten en waar het vandaan komt, dat is wel een beetje weg. Ja. Dus dat is daarom denken we daar niet meer bij na. Dat is gewoon vanzelfsprekend. Ja. We hebben hier natuurlijk veel professionals aanwezig die bezig zijn met het watervraagstuk in relatie tot informatie, tot ICT, geoinformatie. En ik denk dat als die twee dingen verenigt, dus nadenken over de voedselketen, het effect op de leefomgeving, dat wij elkaar daar nog veel meer kunnen versterken. We hebben te maken met klimaatverandering, waardoor misschien ook de voedselproductie aardig onder druk komt te staan. Te droog, te nat. In Nederland maken we het ook al mee. Maar er is niet voor niks ook de actie hier op 555. Dus dat heeft ook te maken met klimaatverandering, waardoor een hele deel van de wereld voor het eerst weer eens op grote schaal voedseltekorten zijn. Het heeft ook te maken met hoe we daarmee omgaan, hoe we het inrichten. En ik denk dus dat de mensen die hier aanwezig zijn, daar ook over moeten gaan nadenken en hun expertise moeten inzetten om dat te ondersteunen. Ja. Ik zou zeggen, denk na bij wat je eet. Begin daar eens mee. Ik bedoel, in mijn presentatie begin ik ook van, weet je wel wat het effect is op wat je eet en wat het effect daarvan is op onze leefomgeving. En in dit geval op water. Hè. Als je een kilo rundvlees tot je neemt, hè, dus stel dat je dat in een week zou doen, dan heb je 15.000 liter water gebruikt. Ja. Nou, daar staat niemand bij stil. Er zijn ook alternatieven, ook daar zou je dus over kunnen nadenken. Maar dat is meer wat wij als burgers kunnen doen. En professionals kunnen hun expertise inzetten natuurlijk, om dat beter in beeld en in grip te krijgen. Het is geslaagd als mijn boodschap overkomt. Want het is een beetje een afwijkend thema op deze dag. Ik vind ook daarom wel gewaagd dat ze dat thema op de agenda hebben. Ja. Dus mijn dag is geslaagd als het thema verbinding vindt met de professionals die hier aanwezig zijn. En als ze daarover gaan nadenken. En misschien dat we daar dan weer mooie stappen in kunnen zetten. Ja, mooi. Dank u wel. Graag gedaan.